In de zomer, wanneer familie en vrienden op vakantie zijn en stilte en isolement opdoemen, organiseert het Rode Kruis 3 zomercafés voor senioren. Voor een klein bedrag kunnen ze een gezellige middag beleven, compleet met thee, koffie en gebak, frisdrank en hapjes. Daar wordt geen strijd gestreden. Paul Waldhaus, wat komt u hier vanmiddag doen in het Rode Kruisgebouw? Ja, ik kom hier vandaag een optreden verzorgen namens Stichting Die Werd Ik Bij. Het is nu de tweede keer en ik moet zeggen, het is een groep van 60 mensen en het is een feestje. Wat is Diva Dichtbij eigenlijk? Diva Dichtbij is een stichting die is ooit gestart door Pieter Nel van Amersfoort. En wij vieren volgend jaar ons tweede lustrum, dus dan bestaan we alweer 10 jaar. En inmiddels zijn we ook met 10 diva's en 2 divo's. En wij treden op in zorginstellingen voor mensen die zelf niet meer de mogelijkheid hebben om naar het theater te gaan. Dus wij brengen het theater naar de mensen toe. Is vanaf begin af aan één groot feestje. Wat ik net ook zei tijdens het optreden. Ik bedoel, we hebben nu pauze. We gaan zo meteen nog een half uur met elkaar zingen. En ik zeg echt met elkaar, want ik was bij de derde lied al helemaal aangenaam verrast dat iedereen meezong en dat er mee wordt gedeind en dat er leuk wordt gereageerd en er worden grapjes gemaakt. En ja, eigenlijk gewoon wat de bedoeling is van deze middag. Een feestje vieren met elkaar. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan.